Vandaag ontdekken Lucia en Sabine een stukje Nederland en ervaren een dinerarrangement ter waarde van €99 per persoon per avond, samengesteld door voordeeluitjes.nl. Leuk dat jullie er zijn. We zijn hier bij Boutique Hotel Bonaparte, midden in een prachtige omgeving van Lochem. En we gaan vanmiddag even kijken wat Lochem allemaal culinair gebied te bieden heeft. Ja. Maar zullen we eerst even een kijkje nemen in het hotel? Zeker. Top. Nou, en hier gaan we vanavond wat eten, maar we gaan er eerst op uit. In Lochem bezoeken ze Tante Pos. Ontzettend leuke streekproducten en een heerlijke worteltaart. Lucia en Sabine brengen ook een bezoekje aan mosterdboerderij Braakhekken. Hier vertelt Gerard Zoetbrood hoe je mosterd maakt. Ja, en dan gaat het in de blender, zeg maar. Ja. En dan sla je de zaadjes kapot. Ja. En dit moet dan, dit moet dan mosterd worden. Nadat het gehele assortiment uit de winkel is gekocht, gaan Lucia en Sabine met Oscar terug naar het hotel voor een kennismaking met Hans, de kok van het hotel. Wat is uw favoriete streekproduct? Ik ben wel heel erg fan van asperges en die komen hier 800 meter verderop vandaan. En waarom moeten mensen nou echt hier komen? Omdat wij toegankelijk zijn, heerlijk eerlijk eten hebben voor een goede prijs. We gebruiken eerlijke ingrediënten, gewoon een hele goede eerlijke maaltijd, rustgevende omgeving. Dus dat vinden mensen hier nogal prettig. En dan is het zover. Het viergangen diner wordt geserveerd. Proost. Coquilles en gamba's met bospaddenstoeltjes en parmezaanse kaas. Een bijzonder verrassend gerecht en een onverwachte smaakcombinatie. En Oscar? Heerlijk. Maar echt wel heel lekker. Tom Kha Kai soep met de authentieke Thaise smaken, precies goed gedoseerd. Kalstornado, mooi gegaard kalfsvlees in een jus met morilles, de lekkerste paddenstoel op aarde. En als dessert een kaasplank voor Sabine met een selectie van binnen- en buitenlandse kazen. En voor Lucia een wortelkokostaart. Een groot stuk om de avond zoet af te sluiten. Lucia en Sabine hebben fantastisch gegeten bij Bonaparte. Zeker de moeite waard als je van lekker eten en drinken houdt. Dan moet je hier zijn. De volgende ochtend staat er een heerlijk vers ontbijtbuffet klaar. En je kan zelfs je eigen eitje bakken. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik blijf verrast door dit hotel. Gezellig, lekker eten, fijne omgeving, echt een super mooi bos. Tot rust gekomen. Erg leuk, ook verwacht een mooi arrangement zo. Super, ben je geïnteresseerd geraakt? Kijk dan verder op onze website. En vergeet natuurlijk niet te liken. Even een duimpje beneden. Top. Doei. Doei.